Het Pieter Nieuwland College in Amsterdam voert een bijzonder project uit om meer leerlingen aan het lezen en aan het roeien te krijgen. De leerlingen lezen klassikaal de roeiroman Over het water van Hans Maarten van den Brink en gaan roeien bij roeivereniging De Hoop. Op uitnodiging van de school kwam de auteur en oud-roeier naar het Pieter Nieuwland College om leerlingen te vertellen over het boek. Dit is voor het eerst dat we het op deze manier doen. En dat kwam eigenlijk ook doordat ik vorig jaar een oud-leerling, die zat in de derde zat hij. En die zocht een boek en die las niet heel erg graag. En dat was Sikko. En toen zei ik tegen hem van, goh, dan moet je het een keer het boek Over het water gaan lezen. Dat had ik zelf ook net gelezen en ik was er heel enthousiast over geworden. En toen hoorde ik dat hij dat boek met ontzettend veel plezier had gelezen. Omdat hij, nou, hij roeit heel graag en... Ja, dat, toen hadden we zoiets van, nou, misschien kunnen we op deze manier ook nog meer kinderen aan het roeien krijgen. Ik was gevleid. Het is een boek over het water wat ik jaren geleden geschreven heb, wat wel nog steeds gedrukt wordt. Maar dat je zes klassen met rumoerige scholieren in de moeilijke leeftijd zo geboeid krijgt om te lezen en dan vragen te stellen, ik was tamelijk verbaasd. De school kiest ervoor met zes groepen klassikaal te lezen. Het is geen makkelijk boek voor deze leerlingen. En als je het samen leest, dan gaat er vaak een wereld voor de leerlingen open. Het boek gaat niet alleen over roeien. Het gaat ook over geluk en vriendschap. En kennelijk heeft dat wel iets geraakt. Het is wel fascinerend om te lezen hoe iemand anders over iets denkt of iets vindt. Je moet ook soms met sommige zinnen, sommige dingen wat hij heeft geschreven, moet je ook heel lang over nadenken van wat hij bedoelt. En ja, het doet gewoon wat met je. Wij hopen gewoon op deze manier meer kinderen aan het roeien te krijgen. Bewegen is belangrijk, lezen is belangrijk, bewegen is belangrijk. Maar wat wil de schrijver het liefst stimuleren met zijn boek? Lezen, roeien of geluk vinden? Geluk vinden dan toch, dan ben ik er mooi vanaf. Want tussen lezen en roeien wil ik eigenlijk niet kiezen. En de leerlingen hoeven ook niet te kiezen. Zij gaan namelijk eind van de maand het water op voor hun eerste roeilessen.